Nou, deze week aflevering met Selma. Je hebt een beetje gecompliceerd een probleem. Kan je daar wat meer over vertellen hoe dat is ontstaan? Ja, ik heb een enkel blessure opgelopen aan de linkerkant. Ja? En eigenlijk toen ik weer ging bewegen, kreeg ik klachten in aan de linkerkant ook. In dit been en bilgebied. Ja, rug ook wel. Rugbekken. Aan één kant of twee kanten? Dat uiteindelijk ook gewoon aan beide kanten. Ja. En dat gaat wel al een heel stuk beter. Alleen ik zit nog met deze linkerkant eigenlijk. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gebeurd? Ja. Ik heb eigenlijk in de binnenbak van een manege heb ik me verstapt. Dus in een gat gestapt. Ja. En eigenlijk twee keer. Dus ik verzwikte hem en kon me niet herstellen. Toen ben ik heel erg dubbel gegaan. Had je een hoge schoen aan? Ja, hoge schoenen aan. Ja. En echt flink, ook zelfs met de teen in het zand. Dus niet alleen zo dubbel, maar echt naar voren toe. Dus echt naar binnen toe en naar voren toe. Ja, ja. Ja. En echt... Dus de buitenste kant, stond dat op in destijds met een dik? Ja, dit was echt meteen. Ik ben er echt doorheen gevallen. Ja. Dus hij was eigenlijk meteen meteen heel instabiel. Kon er niet op staan. Kon er niet op staan. En er zat echt meteen een hele grote zwelling op. Ja. En wat is er toen gebeurd? Heb je bijvoorbeeld naar laten kijken door een specialist? Ja, ik ben naar de eerste hulp sowieso gegaan. En zij dachten wel aan een breuk eigenlijk. Maar dat was het uiteindelijk niet. Het waren toch de banden. Toen ben ik naar de orthopeed gegaan. Is zijn MRI's ook gemaakt. Omdat echt mijn been tot hier blauw was. Ja. Ik had echt ook hier echt een hele grote bloeduitstorting. Ja, en heel veel pijn. En ze hadden verdenking op de sinusmose. Ja, dus een, ja. Dat is dus dat er een scheuring komt tussen het, eigenlijk het vlies tussen de scheenbeen en het kuitbeen. Ja. Dus daar zit een bindweefselstructuur. Ja. En die kan splitsen, er kan een rek op komen. En dat geeft heel veel klachten. Ja. Maar dat was het dus niet. Uiteindelijk was dat het niet. Hij had er wel inderdaad echt verdenking voor, maar dat was het uiteindelijk dus niet. Maar wel gewoon, die banden waren gewoon helemaal gescheurd eigenlijk. Gescheurd, dus, dat is wel vastgesteld op... dat is vastgesteld. Die waren ook helemaal gescheurd, zeg maar. Ja. Ja. En daar ben ik best wel een tijd mee bezig geweest. Dus echt weken op krukken gelopen. Deze kant echt helemaal niks mee gedaan. Na een paar weken pas op kunnen staan. En eigenlijk dus toen ik weer meer ging doen, toen kreeg ik andere klachten. Dat is dus hersteld? Ja, enkel dat is hersteld. Eigenlijk kom je dus bij de fysiotherapie voor de restklachten. Ja, ja. En dat is ontstaan naar herstel van de enkelbreuk. Ja. En waar bestaan de restklachten uit? Dus bijvoorbeeld die gaf aan de linkerkant. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik heb eigenlijk dus die kanten waarmee ik die blessure heb opgelopen, heb ik een beetje last van de heup en de bil. Ja. Dus het voelt ook een beetje anders met staan lopen. Dus het is een beetje een soort zwak gevoel. Een beetje het gevoel alsof ik hem gewoon niet helemaal lekker kan gebruiken. Je voelt ook tijdens het lopen? Tijdens het lopen. Komt dat gelijk of wat later? Het is een beetje wissend. Ik voel het de hele tijd. Maar het ligt er ook aan hoeveel ik al gedaan heb. Maar als ik nu echt een stuk ga lopen, dan ga ik het wel voelen. Voelen, ja. En soms is het net met als ik bijvoorbeeld een andere beweging of zo, dat ik al even een steek voel. Ik moet echt een soort van opletten dat ik hem goed erbij hou. Ik weet niet hoe ik dat... Ja, ik moet echt opletten. Deze gaat gewoon vanzelf. En bij deze echt dat ik hem een soort van... Er zitten in de heup wat heupstabilisatoren en ook waarmee je spieren waarmee je been naar buiten brengt. Ja. Dat ga ik dadelijk testen of daar wat mee aan de hand is. Bijvoorbeeld een spieren piriformis ga ik nakijken. Of daar wat moeilijkheden zitten. Ja. Heb je ook bijvoorbeeld een dof gevoel of tintelingen vanaf je heup? Nee, dat heb ik nu niet. Maar wel eens gehad? Wel gehad, ja. In het begin ergens, Ja, zeker in heel mijn been eigenlijk. Daarom wil ik dat even gaan nakijken ook, zo'n piriformis. Omdat dat geeft ook wel eens een beeld dat er uitstralingen tot de knie kunnen komen. Ja, in het begin ook, ja. Ja, dus dat wil ik even uitsluiten of insluiten of dat ermee te maken heeft. Ja. Voor de rest gaan we naar de onderrug. Heb jij wel eens moeite met iets van de grond afrapen of... bukken, dat soort dingen? Nee, ik ben eerder best wel flexibel. Flexibel, juist. Ja. Heb je wel eens wat gedaan
aan bijvoorbeeld, je hebt best wel een bekkenprobleem gehad. Ja. Aan core oefeningen om dat wat steviger te maken? Ja. Ja, ben ik wel al mee bezig geweest. En dat heeft wel al een hoop verbetering gebracht. En wat heb je zelfs gedaan? Oefeningen daarvoor. En echt beginnend met hele kleine oefeningetjes. Omdat ik daar echt al ook pijn mee had in de rug. Dus echt met van dat je je been net zo... Ja, je hebt er verschillende dingen voor. Maar core-oefeningen en van alles eigenlijk. Ik ga dadelijk die, Superman, ja. Ja, dat soort dingen. En die bird dog, hoe heet die? Nee, maakt niet uit wat je... Ja. Deadpak, zoiets. Ja, nee, het is meer om de boel te verstevigen. Ik ga dadelijk even kijken of ik, of ik een goede oefening voor je heb om mee te geven. Dus ja, uit het verhaal ga ik de piriformis. Jij zegt van, ik heb geen moeite met bukken, strekken. Nee, alles zit redelijk goed. Ja. Mobiel. Dus dan ga ik dat nakijken voor nu. En dan gaan we kijken hoe dat gaat. En ook de core wil ik nakijken. Ja. Oké. Okay. Zo. Ik ga de piriformis testen, wat ik had gezegd. Om te kijken of dat gevoel dat je vanuit je heup krijgt, of ik dat kan oproepen. Ja. Wat je al zei, van hij is mobiel genoeg. Ja. Dat hoef ik niet te testen. Maar ik heb wel wat... Ja, ik voel... Je voelt hem al opkomen. Ja. Ja, in mijn beel. Oh, in mijn heup ook wel. Roept dit wel die gevoelens op? Het is niet het specifieke gevoel. Dat zit ook wel een beetje hier en in de beel. Ja? Het is niet echt dat steken, maar ik voel wel dat het ook die plek is. Ik ga je waar ik last heb. Een oefening meegeven. Deze? Mag ja, die rek. Ja. Ja, doe die eens. En heb je dan meer dat gevoel? Hier eigenlijk meer onder. Ja, het heupgebied is. Ja. Deze mag je gewoon wel blijven doen, hè? Dus dat je dat wel loshoudt. Oké. Okay. Mag je even op je zij komen liggen? Dan ga ik wat meer naar dat gevoel toe. Mag je op je rechterheup komen liggen? Even kijken. Je hebt hier ook de toegante major. Ja, dat is ook gevoelig. En dat wil ik wel van weten of dat die klachten oproept. Want hier zit natuurlijk een slijmbeurs. Ja. En die kan ook... best wel betrokken zijn in het verhaal. Dat je Het is wel gevoelig. Gevoelig of geeft dat die herkenbare klacht? Het is wel echt ook het punt waar ik pijn heb vaak. Ook wel waar het soms steekt. Ja, dat is... dat is ook wel... Hier? Ja, ook. Allemaal eigenlijk. Dat is voor mij meer duidelijk dat het meer met de troganten te maken heeft. De spieren, die spieren die ik testen zit daar ook aan vast, hoor, die piriformis. Ja. Maar dat het echt dat gebied is. Eigenlijk dat hele bilgebied is... is hier voel ik ook spanning. Dus wat fysiotherapie voor je kan betekenen is gewoon dat de spanning hier uithalen. Ja. Oké. Gaan we dat doen? Ja. Daar, hè? Oeh. Je komt er steeds bij. Oh, zo. Herkenbaar? Nee, je zit wel op het goede gebied in ieder geval. Ja. Dit zijn echt die heupspieren dan? Ja, dat is echt... De spieren waar jij dus last van hebt, die zitten in dit gebied. Ja. En hechten zich hier aan vast. Ja. De toganter major. Ja. Hier zit ook een slijmbeurs. Ja. En ik heb die piriformis nagekeken. En die was min of meer betrokken, maar die gaf niet direct die klachten. Ja. Dus meer die gluteus en echt op de toganter. Ja. Dus waarschijnlijk ben je anders gaan lopen, waardoor je eigenlijk een... beursa hier zo mee gaan ontwikkelen. Dus een slijmbeurs om te steken. En daar
krijg ik wel direct die klachten die jij aangeeft. Ja. Dus dan gaan we dit gebied behandelen. En ook de gluteus medius, piriformis en de droganter. Ja? Oké, ja. Die gluteus medius kon je, en de piriformis kan je zelf op rek brengen. Ja. Ik behandel hem nu wel. Ja. Zoals je voelt. Ja, ja, dat voel ik zeker, ja. Ja, er zit echt wel veel op, tenminste. Spanning. Ja. Je kan het ook zingen. Oh. Als ik verder hierheen ga, wordt het dan meer of? Of meer hier zo, hè? Ja. 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 Oké. Okay. Dan gaan we deze even shockwaven om de spanning wat te verlagen. Ja. Even aangeven waar je het meeste voelt, hè? Nou, waar je net zat, dan voel ik hem. Oeh, ja, nu voel ik hem helemaal naar, naar beneden, naar mijn bil toe. Ja. Dus herkenbare pijn, ja. Ja. Oeh, daar. Sorry. Dan pak ik hem nog één keer hier. Ja, daar zit het meeste gevoel. Ja, 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 iets naar onder. Ja, ja, daar. Hier zo echt, hè? Ja. Dat is echt die toganter, toch, ja. Dus wat we gaan doen is de komende weken de spanning verlagen met dit. Mm-hmm. En dan gaf je nog aan van, ik heb zwakheid rondom het gebied. Ja. Dus ga ik even een oefening daarvoor ook doen. Mag je je rug hol en bol maken. 10 seconden aanhouden. 2, 4, 6, 8, 10. En mag je je rug weer bol maken en een tafeltje. Dit is een goede voor jou. Met je rug bol. Ook rond de 10 seconden, 6, 8, 10. Dit is goed. Mag je je heupen omhoog. Hoger, hoger, hoger. Ja, billen goed aanknijpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En los. Hier kom je nog niet echt in de problemen. Nee. Mag je je bek omhoog. Hetzelfde als daarnet. Ja. Dan knieën gelijk en één onderbeen. 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit is al wat meer dat je aan het trainen bent. Dan mag je dit soort dingen doen. Mag je ook bij de andere kant doen. Ja. Omhoog en dan deze omhoog. Knieën gelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en los. Ja? Dit mag je, dit soort dingen mag je gaan doen. Okay. En voor de heup, die mobiliteit wat ik net deed, piriformis. Ja? Ja, je mag kijken naar mobiliserende oefeningen van de onderrug en het heupgebied. Oké. Okay. Ja, dus gaan we ook nog kijken naar een oefening voor de heup. Ja. Omdat jij zei van, ik voel hier zwakte. Ja. Mag je komen staan. En dan je core goed aanspannen en je linkerbeen omhoog. Mag je hierop steunen. Iets hoger. Dan gaat goed. Andere kant. Voel je dan wat jij zegt, die zwakte? Nou, nu eigenlijk niet. Ik ga hem iets actiever doen. Dus mag je op het rechterbeen komen staan. Ja. Deze hier. Hierop. Ja. En dan mag je doorzakken. Deze kant. Dit is de rechterkant, goede kant. Dat ik even kijken hoe dat aanvoelt. Doe je 6 keer. 4, 5 en 6. En nu met de andere kant.
Mag je recht vooruit komen, blijven kijken en doorzakken. Zo? Ja, 1. 2. Je mag je been iets meer erop. Iets meer erop. Ja, ja, ja. Zo, iets verder naar achteren. En iets verder naar voren. Zo. Ja. 3. 4. 5. Maak hem 8. 6. 7. En 8. Dit kan je zo doen. En als het goed gaat, kan je ook nog een... die zal ik pakken even. Dan heb je wat stevigere been. Ja. Even kijken hoe dit gaat. Ja? Ja, jij bent nogal sterk. Sterk? Ja, ja, ja. 1. 2. 7. En 8. Dit is een oefening om die heup wat te verstevigen, ja? Oké. Alles is duidelijk zo? Ja, zeker. Huiswerkoefening, piriformis, core. Hoe vond je de behandeling gaan? Nou, heel goed. Het voelt eigenlijk nu al beter. Ja, je hebt geen klachten meer. Nee, het is allemaal overbij. Nee, maar het voelt nu al een stuk beter. Ja. Eigenlijk. Ja. Oké, okay, nee, wat ik zeg, huiswerk oefening voor de piriformis, core. Ja. En blijf deze ook doen en dan zie ik jou snel weer terug, ja? Ja, is goed. Dank je wel. Oké. Dank je.